Hoi, Livie. Verras toe, hallo. Hoi, ziet er leuk uit. Dank je, jij ook? Ja, ik dacht, ik maak er even een speciale feestje van, hè? Ja, hoe oud ben je? 27. 27, oké. Okay, ik ben 28. Ja, wanneer ben je jarig? 6 mei. Ik ben jarig geweest. Ben je jarig geweest? Ja, jij? Oh, oké. Okay. Dus dan ben je een... Ja, ik ben daar heel erg van. Dan ben je een stier? Een stier, ja. Oké. Okay. Ja, eigenwijs. Koppig, eigenwijs, ja, dominant. Koppig, eigenwijs. Ik studeer nu momenteel. En jij? Wat doe jij? Ik werk bij de marine. 8 jaar lang echt? Al. Ja. Ik zit nu tijdelijk in Amsterdam. Daar is mijn functie. Dan ben ik gewoon vaker thuis. Dus gewoon elke dag thuis. Kijk, en nu helemaal. Vanwege dat ik dan een kleintje heb. Een zoontje. Dus dan wil je vaker thuis zijn. Ja. Ja. Dus, Oké, wat leuk. Hoe oud is je zo? Bijna 2. Bijna twee. Ja, zeker. Trek je dit vanavond aan? Ja, schat. Dat is mijn pyjama. Dan kun je de pyjama gewoon niet aan. Ik heb ook geen pyjama aan. Ik heb geen pyjama, ik zeg je heel eerlijk. Wat? Je gaat naakt slapen? Nou, gewoon onderbroek. Luister, je kijkt echt alsof je er zwaar bent van geschrokken. Ik... Wat is er mis met mijn pyjama? Eerlijk. Beeldig. Je moet afwachten wat je gaat krijgen. Het is gewoon mijn... zo'n big mama dit. Ik zou het niet erg vinden als jij zegt van... Hé, schat, weet je, ik wil gewoon met vrienden wat gaan drinken of zo. Weekendjes weg, vakanties. Weekendje weg? Met je vrienden? Ja. Nee, schat, dat gaat het niet worden. Nee, je gaat niet een weekendje weg met je vrienden. Ik wil die vragen meenemen, schat. Moet jij dat dopje? Nee, ik zal even pakken met jij zo'n lief vraag. Jij wil, zal ik je handje vasthouden? Wil je mijn handje vasthouden? Je wilt heel graag me vasthouden, hè? Is het niet koud? Koud? Sorry. Ik voel het hier. Oh. Hij is zo schattig. Ik hoop niet dat hij alleen maar wilt neuken. Zullen we sashimi eten? Nee, appel. Is die welke shit wil jij? Op, man, ik heb die wasabi niet. Niet? Je hebt gewoon pittig. Ja, pittige tante, ja, maar niet wasabi. Ah. Ja? Moet hem verder open doen. Ja? Ik ben sowieso niet van de trio's of van... Dat is echt jammer. Dat is niks van vandaag, een beetje walgelijk. Maar doe je alles, doe je wel voor de rest alles in bed? Ik heb... Alles gedaan. Laten we het daarop houden. Alles gedaan. Ja, met mijn vriendje heb ik alles gedaan, ja. Maar wie ben jij? Wat wil jij proberen in bed? Ik heb alles ook al gedaan. Oh ja? Heb je trio's gehad? Misschien. Zeg het gewoon. Ja, ik heb... Ja. Heb je ook groepseks gehad? Nee. Jawel, heb je ook gewoon gehad. Schei uit, man. Stel, we hebben nu een relatie. Zou jij ooit met een voorstel komen van met schat? Een andere vrouw. Of een man? Nou ja, ik zou dat... de vrouw zou ik het wel willen doen, ja. Ja, tuurlijk. Want je bent heel egoïstisch. Ja, dat ben jij heel goed. Ben ik egoïstisch dan? Maar dat ben jij wel een beetje. Ja? Dat heb ik al gemerkt. Klein beetje. Ja, zeker. Niet erg, maar bepaalde dingen moet je gewoon een beetje... niet alleen maar altijd aan jezelf denken en zo. Ja, hoe denk jij over plastische chirurgie? Goed, leuk. Als je niet hebt, moet je kopen. Ja. Nou, ik had geen tieten, dus ik heb ze gekocht. Ja? Ja. Maar wat voor maat borst heb je nu dan? Schat zelf, je hebt toch zin, rot op. Ja. Wat is er, schat? Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen van jou. Van jou Nee, maar... Gaat goed? Nee, ja. Maar oké, ik zou niet weten. Salade. Ik zeg... Zal ik voor je doen? Ja, kom maar door. Wat zou ik zeggen, ja... E? D? 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 Oh, je bent nu aan het praten over mijn... Of je borst. Oh, of je gast. Jij zegt echt gewoon echt tijdens eten over mijn titel. Maar? Kom maar, wat ben jij dan? Ik denk... Ja, je wilt wel goed over mij te praten. Gaan we het ook over jou naar praten? Ja, maar voor mij zie je niet. Je vrienden die zijn allemaal vrijgezel of hebben allemaal vriendin of een vrouw of kinderen thuis? Ja, bij de groep waar ik ga, die zijn gewoon vrijgezel. Ja, kijk. Daarnaast is een relatie compromis sluiten. Jij bent gewoon helemaal niet bereid om een compromis te gaan sluiten. Want ik kan misschien 2 maanden weg zijn. En als ik thuis kom, dan wil ik met vrienden op vakantie. En dan wil ik met mijn zoon zijn. Maar ik weet nog steeds niet echt wat jij wilt. Maar jij denkt de hele tijd aan chillen met vrienden. Op vakantie met vrienden. Vrienden. Schat, ik zou zeggen, ga lekker met je vrienden trouwen. Woon lekker met hun samen. Ik vind domme mannen, ik haat domme mannen. Mannen die alleen maar met vrienden willen zijn en alleen maar willen chillen. Sorry dat ik het zo zeg. En dan wil ik wel een vriend waar ik dan voelt iets mee kan opbouwen om in de toekomst kinderen mee te hebben.
wat niet is, kan altijd komen. En je weet het niet. Oh, maar... dus je staat er dan wel voor open? Ja, maar op dit moment niet. Jij is wel misschien heel voetbalelftal. Met alle respect. Maar niet bij mij. Ik hoef er één of ik hoef er geen. Snap je? Dus je staat er gewoon totaal niet meer voor open? Ik denk bij mezelf van... wij gaan elkaar belemmeren, denk ik, in de toekomst. Dat is het probleem. Ik wil gewoon vrij zijn. Gewoon, ik wil gewoon staan en gaan waar ik, wanneer ik wil. Mm-hmm. Ik denk dat, dat het niet, ja, nogmaals, niet goed voor ons beiden is. De liefde is vrij.